Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Het Excelsior 31 TV Weekjournaal. Met deze week onder andere aandacht voor het zaalvoetbal en een vooruitblik op AZSV Excelsior 31. En het is de week dat de minicompetitie van Excelsior 31 afgelopen woensdag haar tweede speelronde afwerkte. Weer veel nieuwe aanmeldingen dit jaar, waaronder deze Daan Zandvoort, die in ieder geval weet hoe een van de beste voetballers van de wereld een doelpunt viert. Neem ook eens een kijkje bij de jongste talenten, elke vrijdagavond vanaf 6 uur op Sportpark De Koerbelt. Van het veld gaan we naar de zaal, want de zaalvoetballers van Excelsior 31 beginnen aanstaande vrijdag aan een nieuw seizoen in de topklasse. Dit jaar hebben we 3 spelers er weer bij. Agassi is weer begonnen te trainen, komt terug van de blessure. Dit jaar is Gert-Jan Schotting van de tweede van het veld is erbij. Een goede verdediger en ook nog scorend vermogen. En Arnoud Baan is er weer bij, Goedald. En die brengt ook wel rust in dat team en wel een aanspeelpunt. En voor de rest is Niksat is vertrokken, die is naar LZV in Lichtenvoorde vertrokken. En voor de rest hebben we een stabiel team. Gewoon de spelers zijn allemaal gebleven. Dus we hebben echt hecht team. Het probleem alleen is dat er nog 2 spelers moeten afvallen. En dat gaat in de loop van de 2 weken gaat dat gebeuren eigenlijk. Dat bekend wordt gemaakt wie. Is de selectie beter dan vorig jaar? Ik denk stabieler, ja. Dat collectief dat we beter zijn dan vorig jaar. Dat we kunnen bouwen op een team wat eigenlijk allemaal gelijkwaardig is. Waar niet echt spelers er bovenuit springen. Maar gewoon wel een goede organisatie. De training is goed verlopen. De aanloop hebben we de bekerwedstrijd gespeeld tegen Sparta Enschede. We hebben 18 gewonnen. Er zijn nieuwe looplijnen. Er wordt getraind op uitvoering van andere corners. Dus positief allemaal. Wat is de doelstelling voor komend seizoen? Promotie. Laat ik het zo maar zeggen. Zeker de nakompetitie halen, maar gewoon hoofddoel is promotie. En een kampioenschap zorgt voor directe promotie. Ja, is dat ook een mooie... Ja, dat is het hoofddoel. Kampioenschap eigenlijk. Daar gaan we ook voor voetballen. Dat is echt het doel waar we dit jaar mee beginnen. Verwacht je dat het lukt? Ik ben best positief. Dat ik kijk naar de groep en dat ik kijk de teams in de competitie. Er zijn een aantal gelijkwaardig en ook wel een paar hele moeilijke tegenstanders. Heb je er zelf een beetje zin in nu je teammanager bent bij het eerste? Ja, toen ik gebeld werd van God wil je dat? Ja, ik vond het wel een eer. Ik heb nog even moeten overleggen thuis natuurlijk. Van ga er eens meer tijd in steken. En gewoon doen zijn ze. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ook omdat het zo'n mooie groep is en ook omdat ik die jongens allemaal wel een beetje ken. Dus, het is heel positief ontvangen. Komend seizoen dus allemaal naar het zaalvoetbal gaan kijken? Ja, heel belangrijk. De steun van de supporters is eigenlijk heel belangrijk. Want mensen die in Reizen komen, van mensen die uitspelen, die zeggen altijd dat de sfeer eigenlijk heel mooi in Reizen is. Vrijdag de eerste wedstrijd. Hoe laat begint het? 9 uur. We spelen dan tegen Sparta Olympic. Olympic is een technische ploeg. Ze komen eigenlijk uit het westen voort, maar volgens mij zijn er alleen maar spelers uit Arnhem en omstreken bij. Ze spelen ook zelf in de hal in Arnhem. Dus ik denk wel dat we kansen hebben. Vooral omschakeling, laten we vaak een beetje de wensen na bij een technische ploeg. Dus ik denk van toch een overwinning voor Excelsior. Dan gaan we nu verder met meidenvoetbal. Naomi Hilhorst is geselecteerd voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar. De 15-jarige speelster speelt dit seizoen bij de jongens van Excelsior 31 JO 17-1. Naast de trainingen daar traint ze komend seizoen ook mee met FC Twente Vrouwen 1. Met Oranje onder 17 vertrekt ze op 28 september naar Estland. Daar speelt het team van 1 tot en met 7 oktober EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland, Turkije en Tsjechië. We wensen Naomi heel veel succes. Het eerste elftal kent een goede competitiestart met 6 punten uit 2 wedstrijden.
Aanstaande zaterdag gaat het op bezoek bij AZSV in Aalten. Ja, het waren wel twee fijne wedstrijdjes. Huizen echt moeilijk. Stormvloed de eerste kwartier, 20 minuten. Ik denk dat we goed wegkomen qua rode kaart. En ja, daarna spelen we het wel goed uit. En ik denk uiteindelijk op basis daarvan wel goed verdiend gewonnen. Afgelopen week eigenlijk gewoon een hele degelijke wedstrijd. Ik denk dat de eerste helft niet heel spannend was voor het publiek om naar te kijken. Als trainers wel tevreden over hoe het dan staat en hoe het uitgevoerd wordt. En ook daar denk ik wel dat we gewoon terecht gewonnen hebben. Ja. 6 punten, 2 wedstrijden. Wat doet dat met de sfeer binnen de groep? Dat scheelt al een heel eind, moet ik eerlijk zeggen. Het spannende zal ook zijn als het een keer tegen gaat zitten. Dus als we een keer een wedstrijdje gelijk spelen, een keer een wedstrijdje verliezen. In het slechtste geval dat 2 of 3 achter elkaar gebeuren. Dan wordt het altijd wel dat is de grootste uitdaging. Tot nu toe denk ik dat als je kijkt naar de selectie, dat de neus allemaal wel op de goede manier dezelfde kant op staan. En dat we daarin wel wat kunnen hebben. En dat valt me reuze mee. Jij staat dicht bij de groep. We zijn er maar 2 wedstrijden onderweg. Maar hoe is het vertrouwen nu? Je zegt het gaat een keertje tegenzitten misschien. Maar hoe is het vertrouwen op dit moment? Op dit moment is het hartstikke goed. En dat zie je ook wel aan de trainingen. Hoe er getraind wordt. De hele voorbereiding eigenlijk al. Het niveau is echt goed. En natuurlijk zitten er dagen tussen dat dingen minder gaan. En ik vind dat er ook bij hoort. Want anders speel je niet bij Excelsior. Dan speel je nog 3 stappen hoger. Maar tot die tijd en wat daarin gebeurt is eigenlijk prima. Je zegt het voetbal is goed, het niveau is goed. Wat vind je van het niveau? Je bent hier natuurlijk weer een aantal weken. En wat vind je van het niveau van het eerste elftal? Het mooie is dat daar wel verschillen in zitten. Je ziet jongens die al jaren op het niveau voetballen. Slimmigheden te pakken hebben. En er komen nu een aantal jonge jongens bij die aansluiten. Die moeten nog in dat opzicht nog hoop leren. Maar ook zij haken aan. En dat maakt ook wel dat nu goed gaat. En dat voor hun ook makkelijker is om aan te haken. Ja, jij bent weer terug op de Koerbelt. Je hebt een aantal weken erop zitten. Voorbereiding, nu al de competitie 2 weken dan. Hoe kijk je persoonlijk terug op je periode tot nu toe hier? Ja, het is nu een aantal weken voorbereiding wat je zegt. En de competitie op een goede manier gestart. Dat maakt het voor mij ook wat rustiger om er weer in te komen. Dus we aftasten met Peter. Ik kende Peter van een aantal goede gesprekken. Van de meeste jongens weet je wie ze zijn. Een aantal ken je wat beter. Maar ook dat is even weer zoeken en even weer wennen. Zij moeten wennen wie ik ben. Ik moet eraan wennen wie zij zijn. Hetzelfde geldt met Peter en met Erik en met Rob. Met de hele staf eigenlijk. De enige echte die ik goed kende was Geert en Manu. Dus dat valt me eigenlijk reuze mee en dat gaat hartstikke goed. Want hoe is je samenwerking met Peter? Hoe is de band? Ja, eigenlijk vanaf het begin, het eerste gesprek wat we gehad hebben, klikte dat. En dat was ook wel een van de belangrijkste redenen om uiteindelijk weer hier terug te komen. Als je in je eerste gesprek met de trainer al denkt van wie is hij? En hij denkt van wie is die Beltman? Dan moet je volgens mij een hand geven en uit elkaar gaan. Maar dat was eigenlijk vanaf dat moment liep dat prima. En ook nu qua trainingen, qua inhoud, komen we elke keer met z'n tweeën wel uit. Hij heeft zijn ideeën, ik heb mijn ideeën. En het is aan hem om als hoofdtrainer daar de keuzes in te maken. Zaterdag kun je die goede start van het seizoen weer doorzetten door te winnen van AZSV. Dat is een bekende ploeg voor jou, hè? Ja, dat is zeker een bekende ploeg voor mij. Ik denk de laatste 8 jaar alles bij elkaar daar gezeten. Deels nog als speler, assistenttrainer bij Dennis Vertoor en vorig jaar de A1 gedaan daar. Ik denk dat we niet heel veel geheim hebben voor elkaar qua eerste elftal. AZSV weet hoe Excelsior speelt, waar de kwaliteiten liggen. Hier weten we ondertussen ook wel hoe AZSV speelt en zijn spelletje speelt. Dus dat wordt een mooie wedstrijd. Ze hebben één hele grote kwaliteit en dat is dat het altijd doorgaat. En ze beseffen prima dat ze voetballend misschien niet bij de top 3 van de hoofdklasse horen. Maar daar zijn ze in bereid om alles te compenseren. En niet 1 minuut, maar gewoon de volle bak, de hele wedstrijd. Ook als het 1 keer tegen zit, ook als het 2 keer tegen zit of als het na de 5e keer nog niet lukt, dan knappen ze het vuile werk voor elkaar op. En dat is naast, natuurlijk moet je voetballende kwaliteit hebben en dat zit er ook zeker in. Alle spelers hebben in de basis zijn ze hartstikke goed. Maar dat is wel iets wat hun nu al jaren in de hoofdklas houdt. Wat misschien heel lastig is voor ons eerste elftal, natuurgras. Niet echt gewend. We trainen en voetballen thuis op kunstgras. Speelt dat een grote rol, denk je? Nee, ik denk op dit moment niet zo. Het zal wat zachter zijn door de regen wat er nu opvalt.
We zitten vroeg in het seizoen. Ik denk dat de mat er wel aardig bij ligt op dit moment. AZV traint zelf ook al jaren op kunstgras en speelt op zaterdag de wedstrijdjes op het hoofdveld. Dus ik denk niet dat direct heel veel van invloed zal zijn. Drie punten zouden heel lekker zijn. Wat zijn jouw verwachtingen voor zaterdag? Ja, dat zal zeker lekker zijn, maar dat zal een heel lastige worden. Ik denk dat elke ploeg, ook wij als Excelsior bij AZSV, super moeilijk hebben. En dat het eigenlijk de laatste jaren altijd wel bewezen is dat het niet vanzelf gaat. En dan zullen we een beetje geluk nodig hebben, concentratie nodig hebben. En dan is het aan ons om daar, ze hebben daar een altijd feestje dit weekend. Het is aan ons de uitdaging om daar wat in te verstoren. Een samenvatting van AZSV tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend bij ons te zien. Dit weekjournaal is ten einde. Bedankt voor het kijken en graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.